De brand is ontstaan vermoedelijk op de derde of vierde etage, is vervolgens doorgeslagen. Het is een onderdeel van een 14 panden, 14 woningen. Inmiddels zijn daar 15 mensen zijn daar uitgehaald, betrokkenen. Dat zijn geen slachtoffers, er is verder ook niemand gewond geraakt. Nou, die mensen die zijn opgevangen in de Schans, dat is een ontmoetingscentrum aan de overkant van het pand. En ja, op dit moment vindt de brandbestrijding plaats. Is er een mogelijke oorzaak bekend van de brand? Nee, de oorzaak van de brand is nog niet bekend. Zoals gezegd, het is nu echt bestrijden van de brand. En dan moeten we daarna maar zien hoe dat ontstaan is. In het pand is ook een hennepkweker aangetroffen. Is dat mogelijk de oorzaak? Het klopt dat er een hennepkwekerij is aangetroffen, maar of dat de oorzaak van de brand is, dat is op dit moment nog niet bekend. Zijn er naast de gebruikelijke stoffen nog andere gevaarlijke stoffen vrijgekomen? Er zijn buiten de rook, hè, wat altijd gevaar inhoudt, geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Wat we wel gedaan hebben is dat we het zogenaamde asbestprotocol hebben opgestart. Er is op dit moment geen asbest, zeg ik heel nadrukkelijk, geen asbest nog aangetroffen. Maar in dit soort panden loop je natuurlijk wel altijd het risico daarop. Dus voor alle zekerheid is dat protocol opgestart. Maar dat is dan vooral voor de hulpverleners. Want mocht er wel sprake zijn van asbest, is er van verspreiding daarvan geen sprake. Dus wat dat betreft voor de omwonenden en voor de buurt geen gevaar geweest.